Hij is klaar.
Kenneth gaat tactisch doen. Ja, Harry. Oeh, Kenneth nog met een herkansing. Kenneth. Oh, het is een beetje leuk. Ja, die gaat erin. Oeh. Net een buitenspel. U heeft gezien dat hij natuurlijk net over de kruising ging. Oh, daar gaat Kenneth vanuit de verdediging. Kenneth vanuit de verdediging. Oh, lekker solo hier. Jongen, meegegeven aan Jonkok. Oh, ja, vrijwal. Penalty. Vrijwal. Wordt het een penalty of wordt het een vrijwal? We zullen het zo zien. Nog een kaart. De keeper gaat wel halen. Een beetje gek, want de supporters worden een beetje boos. En Jorn achter de bal. Jorn neemt hem. Oeh, ligt bijna 500 euro van Jesper Knol. Maakt een beetje een mooi dansje bij, maar dat is natuurlijk allemaal voor de tv. Oh, en hij schiet hem 10 meter over. Het is net Jesper Knol tegen Achilles B. C nog. Ik heb gehoord dat de nummer 14 van SOZ, die er zo in komt, heel snel is. Deze gaf erdoor, waar blijft hij? Jan Hinksma gaat eruit. En dan komt hij hem door. Snelle jongen is dat, nummer 14. Ja, gaat Harry. Oh, Gerard schiet hem over het hek. Wat? Dat hij zo snel geschiet. Rood! Hey Makker, dat is rood hè, van achter. Rood doorgebroken speler. En twee keer geel. Wat voor kaart zou hij gaan trekken? Ik hoop het rood, want het was natuurlijk gewoon een doorgebroken speler. En dat staat op zou hij hier een kaart gaan trekken of laten hij het hier? Gaat de scheidsrechter een kaart trekken of laten? Kenneth heeft een beetje ruzie, nummer 11 van de SOZ. Zoals het er nu uitziet, was het... Kenneth zegt, ik klap je naar de vlakte, Flappie. En gewoon is Jorge keihard tegen hun kop ontrapt en dat ze een knock-out ligt. Dat is natuurlijk heel scheel.